Ja, dit was het. Einde van een heel groot hoofdstuk in je leven. Zeker. Ik besef het nog niet echt, denk ik. Maar het is mooi geweest zo. Wel misschien een beetje een dubbel gevoel. Het is ook de dag natuurlijk dat, ja, gedegradeerd waren jullie al, maar dat het de laatste wedstrijd in de Eredivisie was voor Zwolle. Voor nu. Zeker, zeker dubbel gevoel. Jammer dat ze er niet in zijn gebleven. Dat zou natuurlijk allemaal wel wat mooier maken. Maar ja, neemt niet weg dat ik gewoon een mooie carrière heb gehad. En dat ik het hoofdstuk nu afsluit en dat er nieuwe dingen op mijn pad gaan komen. Hoe stond je op vandaag? Niet anders dan normaal eigenlijk. Het voelde eigenlijk wel normaal. Al moet ik zeggen dat ik na 5 minuten al kapot was. Het weer hielp ook niet mee. Dus vooral conditioneel had ik het op een gegeven moment wel moeilijk. Want je hebt gewoon een half jaar geen wedstrijd gespeeld. Maar ja, verder heb ik er wel van genoten. Nog een aardige actie. Dat was helemaal een mooie afsluiter geweest. Ja, hij pakt hem goed. Ik zag hem er al in gaan. Dus, maar ja, dat is ook niet tekend voor mijn carrière als ik hem erin zou schieten. Want zoveel heb ik niet gescoord. Je zegt, ja, het was een beetje een dag zoals altijd. Maar als je niet net dan even rondloopt met je zoontjes, wat denk je dan toch? Meer dat ze bevoorrecht zijn. Dus dat ze nu even met de Gakpo bijvoorbeeld een foto kunnen en alles van dichtbij zien. Wat denk ik heel veel jongetjes zouden willen zien, maar niet kunnen zien. En ik denk dat ik later zal beseffen, als ik eenmaal een paar maanden gestopt ben, hoe speciaal het is dat je met je jongens bijvoorbeeld in de Kuip of in de Arena het veld op kan komen. Dat dat gewoon heel speciaal is. Het klinkt een beetje of het vandaag allemaal in een soort van roes gewoon is voorbij gegaan. Ja, dat was ook wel zo van mijn gevoel. Ik bedoel, ik heb er wel van genoten. Maar ik denk dat ik het echt pas ga beseffen als de voorbereiding begint. Dus als ik dan niks meer ga doen. En je nieuwe uitdaging? Vertel even, en hoe ziet dat eruit? En hoe ben je er al mee bezig of niet? Twee dingen. Ik ben er al een tijdje mee bezig. Dus assistent bondscoach van Suriname. Assistent zoals iedereen, zeg maar, elke assistent. En een online sneaker concept, dus Bokstox heet het. En daar gaan we sneakers verkopen en resellen, onder andere sneakers. Zakenman, en toch een beetje in het voetbal, dat wil je eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Dat ga ik dan zien wat ik echt leuk vind. Nee, ik vind allebei leuk. Ik heb altijd veel sneakers gehouden. En voetballen blijven mijn passie natuurlijk. Succes ermee, dankjewel.